En mensen die vragen mij vaak van, god, wat interessant als je zo'n tentoonstelling mag maken. Ben je dan ook zelf in Peru geweest? Nou ja, dan merk je dus aan dat ze die drie grote culturen, de Maya's, de Inca's en de Azteken, door elkaar halen. De Maya's die hebben echt alleen in dit gebied gezeten, in Zuid-Mexico, in Guatemala en in Belize. En daar vind je de overblijfselen van die bijzondere, machtige cultuur. Als we het hebben over de Maya's, dan moeten we niet denken dat het één groot rijk is, maar meer individuele stadstaten met ieder een koning aan de top die ieder hun eigen territorium hadden en ook elkaar bevochten en ook allianties hadden. Binnen de Maya-cultuur was eigenlijk de koning, dat was de belangrijkste figuur. Die stond eigenlijk tussen de mensen en de goden in. Hij was ook degene die altijd de bloedoffers moest brengen als een soort teken dat hij waardig was om met de goden te praten. En dat deed hij door zijn penis te boren met een roggestekel en dat lijkt heel pijnlijk. Maar ja, het was in ieder geval een manier om te laten zien dat hij waardig was om die plek hoog in de samenleving in te nemen. Dit masker is eigenlijk een van de topstukken van deze tentoonstelling. Het is gemaakt van jade. En jade is eigenlijk het goud der Maya's. De koning en de elite die gebruikten dat om zichzelf te tooien. En dit masker dat werd gebruikt om de koning op zijn gezicht te leggen op het moment dat hij overleden was. En op die manier werd hem alle eer die hem alleen toekwam gebracht. De Maya's, dat is eigenlijk toch een hele bijzondere cultuur, omdat ze, doordat ze schrift gekend hebben, weten we eigenlijk ook heel veel meer dan van de Inca's en de Azteken bijvoorbeeld. Maar los daarvan is natuurlijk ook de hele materiële cultuur in de vorm van al die tempels die daar in het oerwoud verspreid liggen en al die mooie voorwerpen die hier in de vitrines achter mij te zien zijn. Als je ziet hoe prachtig dat is gemaakt met hele primitieve middelen. De Maya's die hebben geen wiel gekend, dus alles moest gedragen of gesleept worden. Ze hebben geen metaal gekend, dus alles moest met steen of met organisch materiaal gemaakt worden. En als je dan ziet wat ze allemaal voor mooie dingen gemaakt hebben, is echt wonderbaarlijk. Nou ja, de vormgeving van de hele tentoonstelling, dat moet een beetje weergeven de sfeer van de tempels zoals de Maya's die in het oerwoud gebouwd hebben. En als je daar door die tempel loopt, dan ontdek je als het ware, net als de ontdekkingsreizigers in de 18e en 19e eeuw, ontdek je die Maya-cultuur door zelf daar steeds dieper in door te dringen. We staan hier bij een vitrine waarin een hele bekende vondst van de laatste jaren tentoongesteld is. Voor het eerst in Europa te zien. De hofhouding van El Piruaca. Een hele groep van 23 beeldjes die weergeven van hoe de hofhouding van de koning, dus aan de top van de samenleving, er in die tijd uitzag. En daar zijn we in het Drents Museum best trots op dat we dit hier kunnen laten zien. Dit beeld is eigenlijk van een fenomenale afmeting, meer dan 2,5 meter groot. En het stelt een kruipende krijger voor met een jaguarmasker. De jaguar dat was bij de Maya's een dier wat eigenlijk het meest in aanzien stond. En we denken dat dit beeld gediend heeft als een troon voor een koning om op te zitten. Het Drents Museum profileert zich de laatste 10 jaar met hele grote internationaal aansprekende tentoonstellingen over allerlei grote culturen her en der van de wereld. Uit China, uit Midden-Amerika, uit Georgië. We hebben allerlei hele bijzondere tentoonstellingen hier. En daar past het Maya-tentoonstelling ook uitstekend in.